Welkom iedereen bij Let's Play van Summonite Swordcraft Story. In het vorige deel deden we wat kruinwerk. En dat was het ongeveer zo'n beetje. In dit deel gaan we de labyrinth verder uitzoeken. En ja, dat is zo'n beetje. Want we hebben iron nodig om de wapens te maken die we nodig hebben. Ah ja, we hebben een nieuw wapen, genaamd Iron Saber. Oh. Hoi. Ja. Eigenlijk, hij ziet er een beetje raar uit. Nee. Oké. Reject. Nou, er zijn HP en MP recover. Nou, dus dan mogen we dat eerst gaan doen. Mag ik eens gaan zoeken waar de gold guild is? Als ik heel eerlijk ben, ik echt geen idee hoe het eruit ziet. Ach ja, moet toch zoeken. En kijk, een speer. Oh ja, vraag je, welk niveau is die speer? Oh, 4. Wow. Oh, ik zie dan, Mithril wordt meteen omgezet. Oh, Mystical bedoel ik. Leuk. Iedereen heeft andere mening. Ik ben wel fan van punches, maar van knuckles. Maar knuckles hebben één groot nadeel. Je kan niet guarden. Je punch en dan ben je open voor een attack. Het is niet één van de... Ik ben wel favoriet van knuckles. Althans van claws. Maar gewoon de nadelen die eraan zitten zijn wel een beetje vervelend. Oké, dit is huis. Oké. Nou, wat ze even zoeken naar een gold guild. Zeg ik ook net ook, maar... Ik betwijfel dat het iets kleins is. Dit is een inn. Lama. Refusing. Zo simpel. Wij moeten het maken. Yes. Ja, iedereen is hier zo vol van zichzelf. Ja. Auw. We kill hem. Easily. Geen probleem. Ja, we gaan even terug naar... Hier. Nee, waarschijnlijk ga je toch zeuren. Ja.
Hij valt momenteel echt heel weinig te doen. Ja, magic is niet echt iets leuks. No, I'm not. Maar price for the speed and agility. Next exercise. Ja, laat ik het zo zeggen. Zwaarden zijn snel. Axes zijn attack based. Spears. Ja, namelijk ieder wapen een keer maken zodat ik kan laten zien. Oké, dus we kunnen wel in ons bed liggen, dat is bullshit. Oh, dus we kunnen gewoon erin lopen, wauw. Nee, we mogen save. Nou, ik ben toch... Nee, we save voor even. En ja, heel simpel, je ziet wel de playtime, maar ja, ik moet offscreen grinden en dan hou ik gewoon de spaatje bouw in. Nou, het gaat wel sneller. En ik vind het persoonlijk ook veel handiger. Nou. We weten wie onze next opponent is. Hey Sandrine. Wat is jouw eigen Guardian Beast? Want ik zie hem nooit. They buy cheap swords from... Oh. Goed zo. En we kunnen net zo goed dat doen, want ja, als we nee zeggen, hebben ze wel zin om nee te zeggen. Dus ja, als we onze wapens hadden verkocht, ja, zouden ze voor meer worden verkocht en dat vind ik niet leuk. Ik hou niet van als mensen mee of kraken. I don't know what you're talking about. And even if I did, a deal is a deal. Ja, maar iets leuks, wij hebben nog niks. Opgekreet en heel simpel, iemand staat hier in de achtergrond, ik weet het niet is. Wij hebben niks ineens verkocht. Ah, daar is hij. Ja. Wait, I know why. Oh, echt. I don't care. Holy shit, wat... Holy shit, hoe sterk is die gozer? Nou, zijn range is wel sterk, dat moet ik toegeven. Oké. Okay. Ik zie dat jij een paar dingen kan, maar dat kan ik ook. Wat toegeven, zijn kracht is... Oh, wait a second. Ik weet wat ik moet gaan doen. Oké, wacht even. Eerst even een healing spel. Zie je gozer. En om het af te maken, Enchant Flare. Want deze is waarschijnlijk een waterbeest. Maar I don't care.
Ik moet gewoon een paar hits van hem afkrijgen, dat is toch goed. Nou, ik ben al klaar. Kijk maar, zijn wapen is kapot. Ik kan een paar manieren winnen, hè. See you, bitch. Laat me een keer wat defense krijgen. Oeh, nieuw speer. Ze willen echt dat we speer gaan gebruiken, hè. Ah, doei doei. Nou, laten we maar de fight doen, hè. Maar laten we eens even healen. Want ik heb nooit de tweede... Ik heb Shaves ooit gespeeld en daarna niks. Dus alles wat ik nou doe is een beetje blind. En ik wil niet zelfs wel Shaves doen, dat ik eerst eens ga proberen. HP en MP recovered. Oké. Okay. Onze eerste match. Nou, tweede match. En we doen met Iron Saber, dus moet wel lukken. Ik ben ready. Oké, okay, dus de eerste Guardian Beast waar we tegen gaan vechten. Being dragged every time you needed something. Ja, we zijn klaar. Holy shit, hij is wel sterk. Ho. Hij gebruikt access? Maar. Ja, dit laat u mooi zien van access. Ze zijn. Kijk, als ze raakt doen ze pijn, maar. Dat is alleen als ze raken. Gewoon een hoekje zetten en gewoon een massive damage. Holy shit. Healing spel. Wauw, dat deed niet heel veel. Kom, wees dan geen lul en ga nou maar dood. Dammit, jij gaat niet van mij winnen. Ik was ook nog zo close. Nou, dat is maar één ding wat ik nou kan gaan doen. Ik ga offscreen grinden en zo meteen de battle weer voortzetten. Tot zometeen. En daar was ik weer. Nou, tot welk level ben ik gekomen? Level 11. Ah, laat ik even kijken welk... Ik wil even zien welke dingen nog heb. Ding heeft een nieuwe ding geleerd, Astral Guard. Heel mooi wapen. We hebben ook twee nieuwe dingen, Toy Ring en Sandals. Deze gaan we verkopen, want we hebben niet zoveel voor aan.
En dan zien we hebben verzameld zijn 9 matchboxes, 4 bottles cups, broken fans en deze dingen. Dus ja. Oké, ik geef meteen allemaal geld eruit aan uit, maar ja. Deze niet, deze. Ah, ze zijn eens waard om te verkopen. Dat is wel heel erg. En dan gaan we alles wat we nou hebben smelten. En hopelijk halen we nog iets eruit. Oh ja, ik had toch een ding gekregen van Vali. Ja, ik ben doodgaan en ik was niet vergeten te save. Ik was vergeten te save, dus ja. Is heel slim, ik weet het. Welke speer kunnen we maken? Nou, ik moet toch alle wapens uiteindelijk een keer maken. Dat is een spier. Dus ja, wij vragen gewoon even opnieuw technieken telkens. Beetje dezelfde strategie als net. Natuurlijk, nou ja. We konden wel een nieuw spier gaan maken, maar dat zou niet level 2 zijn ofzo. Shit, daar hebben we net tekort voor. Wapens, next. Maar jij kan hem op deze manier gewoon doen. Dat is niet X die we hebben. Nee. Zo. Kunnen we nu techniek leren? Nou, ik heb mijn speer op. Knuckles hoef ik nog niet echt. Ja, zie je level 3 speer. Beetje jammer. Ik heb van les geleerd, dus ik ga naar 7. En dan gaan we zo meteen weer een poging wagen tegen een ding. Voor mij kan je het zelfs nog makkelijk halen als je level 7 bent, maar ja. Ja, verbaas je niet hoeveel uren ik opeens erin heb zitten. Ja, 40 uur bij. Ja, 40 minuten. Gewoon, ik was heel lang bezig met grinden. Nou, dit kennen we al. Ik ben veel geheeld. Ik ben wat hoger level dan hem. Gewoon even een bashje. Zie je, nou is opeens dit ook veel makkelijker. En ik doe nog steeds 35 damage, wat ik op zich wel een beetje raar vind. Oh nee, volgens mij is het nog 14 of zo. Nou, kom op, gozer. Nee, nog steeds 35, wauw. Kom op. Dank u. Ja, beursvleugel ook nog. Tikkie meer. Dat zie je, maar dit is niet zoals Pokémon of andere RPG's. Een beetje grind doet het al wonderen.
Jan Beursplek heeft afgemaakt, geef ik heel erg toe. Please, zeg jij heeft verloren. Nou, ik versla je makkelijk. Maar ik moest wel toegeven dat ik er wel een stuk over moest doen met Fariel. En zo had ik 2 keer gefaald. Ja. Ja, true. Mhm. Maar het is duidelijk. Hé, hey, bron. Ja. Oké. Yes, nieuwe stoeltechniek. Fijn. Nou, dat gaan we doen in het volgende deel. Ik hoop dat je genoten hebt en ik zie je de volgende keer weer. Doei.